De regering heeft onlangs enkele maatregelen genomen om bij te dragen aan de verdere stabilisatie van de wisselkoersen en de groei van de SRB-omloop te beperken. Dit liet Ebleen Franchi, vertegenwoordiger van de Surinaamse Bankiersvereniging, donderdag weten bij een persconferentie op het kabinet van de president. De maatregelen zijn het afbouwen van subsidie en de moederbank is met de commerciële banken overeengekomen om de kasreserve te verhogen. Het laatste moet betekenen dat de banken minder geld hebben om krediet te verstrekken. Er is volgens Franchi ook afgesproken dat er een kredietbeperking is van maximaal 20% voor het jaar 2023. Die twee maatregelen zorgen er in ieder geval voor dat het aantal SRD's dat in de markt komt vanuit de overheid en vanuit het bankwezen beperkt is. En ik denk dat je al nu ziet dat het, wat het effect is, dat je een redelijk koers krijgt die binnen een bepaalde bandbreedte beweegt. Wij denken, we hadden vorig gesprek, dat er veel meer maatregelen moeten komen om het budget binnen internationale normen, het budgettair tekort binnen internationale normen te brengen, waardoor uiteindelijk vanuit die overheid en veel minder SRD's uit die markt komen. En uiteraard moeten we dus op het moment dat die koers redelijk stabiel is en duurzaam stabiel is, zoals meneer Dorini aangeeft, ook nagaan, oké, hoe gaan we uiteindelijk naar een stukje groei gaan. Franchi zegt dat de kredietbeperking van 20% een maatregel is die nu nodig is. Met deze maatregel zullen er minder leningen verstrekt kunnen worden. Ik denk dat banken allemaal keuzes zullen maken aan wie ze de kredietverlening of waar de prioriteit op dit moment naar uitgaat. Met de centrale bank hebben we afgestemd. Als banken geven uiteraard de voorkeur aan productie, de productiesector, vanwege het feit dat productie werkgelegenheid creëert, maar ook tegelijkertijd een vreemde valuta het land inbrengt. En dat we dus minder gefocust zullen zijn op het verstrekken van consumptieve kredieten, die uiteindelijk ervoor zorgen dat er een bepaalde druk komt op de koers, want mensen gaan achter importproducten aan. Franchi benadrukt dat de kredietbeperking is op de middelen die de financiële instellingen beschikbaar hebben. Dus het zal geen effect hebben op het verstrekken van de 7% woningbouwfinanciering, want dit wordt uit de kasreserve bekostigd.